Welkom bij een nieuwe aflevering van Willems Keuze, de videoboodschap op de site van Dagblad Beer en de Stem. We gaan het hebben vandaag over Punk 45. Dat is zowel een prachtige verzamelaar met Amerikaanse bands, de subtitel heet Kill the Hippies, Kill Yourself, The American Nation Destroys Its Young, met 21 Amerikaanse punkgroepen die zich tussen 1973 en 1980 hebben ontwikkeld. En dat is trouwens ook een boek samengesteld door Stuart Baker en met teksten erin van John Savage, een journalist. Dat boek ziet er zo uit en daar staan allemaal verschrikkelijk mooie hoesjes in. En ook nog interviews. Want John Savage, die popjournalist, die heeft interviews met mensen als Jeff Travis, dat is de baas van het Rough Trade label. Maar hij praatte ook met mensen van Crash, van de Factory Records, met Richard Hell, met Richard H. Kirk van Cabaret Voltaire, maar ook met David Thomas van Per Ubu. En die staat op deze plaat, want David Thomas met Per Ubu die maakte al heel vroeg muziek. En nou, helemaal punk is het niet, maar we laten toch een stukje horen van die prachtige verzamelaar, Punk 45. Per Ubu staat dus op die Punk 45 Volume 1, want dit is een Amerikaanse verzamelaar met bandjes die in de jaren tussen 1973 en 1980 dus punkmuziek gaan maken zijn. Daar staan bijvoorbeeld ook nog op The Normals, gaan we straks naar luisteren, Per Ubu, The Randoms, The Blizzards, The Zeros, Tuxedo Moon, The Flaming Groovies, The Skunks, The Knots, Pastiche en Johnny Thunders en The Heartbreakers. Begin 2014 komt er een anderkleurige verzamelaar uit, die heet Volume 2 en daar staan uiteraard op de Engelse punkbands. Tot slot van deze aflevering van Willems Keuze gaan wij luisteren naar een nummer van The Normals, dat heet Almost Ready. Dat klinkt een stuk punkier. Dit was Willems Keuze voor deze week, volgende week weer andere muziek. The Normals en Punk 45. I just don't know why the word is empty.